Hey allemaal en welkom bij een gloednieuwe aflevering samen met Sander. Sander die heeft een uniek iets gemaakt in Mindtopia. Ik wil dat je er even een like achter verlaat. Ik weet zeker dat jullie mind geblown wordt. Dit is een tipje van Kildor, een van de PL's van Mindtopia. Die zegt, David, als je niet weet wat je moet opnemen, niet echt last van. Want het valt zoveel op te nemen in Mindtopia. Moet je even met de Blue Sander gaan praten. Ik sta hier samen met jou en jij hebt een plannetje bedacht. En dat heb je uitgevoerd midden in downtown. Staat hier. Madame Tussaud, Mindtopia. Ik bedoel maar, we hebben een wassen beeldenmuseum. Alleen je hebt het verder gedaan. Want het is natuurlijk heel makkelijk in Minecraft met NPC's of met armor stands om bekende YouTubers, bekende spelers neer te zetten. Jij hebt er iets anders van gemaakt. Je hebt ook scenario's nagemaakt. Ik hoorde van Mark en toen zei ik, oké, ik wil niet meer weten. Ik wil verrast worden. Dat je een deel van mijn flat hebt nagemaakt. Van mijn eerste F5 gebouwtje. Ja, zeker. Er staan heel veel mooie, een stuk of 8 verschillende kamers hebben we. Dude, ik vind het echt super dope. En dit is mede tot stand gekomen door de gemeente en door het Glazen Huis, toch? Door de actie van Mark. Door Danny. En door Danny ook nog eens een keer. Waarom downtown? Ja, je hoeft op tap te drukken en je weet het al waarom. Want het is hier altijd druk. Maar gewoon wat hier de ruimte is ervoor. Dat is een mega groot gebouw ook. Ik zal speciaal voor de kijkers thuis even eromheen gaan. Maar waarom? Waarom? Waarom heb je voor dit gekozen? Eigenlijk de grootte die we hier kregen. Dat is echt huge, man. Ja. Samme. En oh my god. Voor de rest, andere steden was er niet heel veel plek. Dus dat was het eigenlijk. Wat komt er achter? Heel snel hieruit. Wat is er gepland achter jou, in godsnaam? Vroeger was daar het fitheidscentrum. Oh, oké. Okay. En wanneer gaan ze dat ding slopen? Want het ziet er niet uit. Ja, het staat ook geen KV-kamer op, geloof ik. Dus ik kan niet weten. Christ, het lijkt een vervallen gebouw bijna inmiddels. Maar goed, genoeg over andere dingen en andere plotjes. We gaan kijken. Vraag 1. Is dit publiekelijk toegankelijk voor spelers? Vanaf zaterdag dan is de opening, dus dan zijn we vanaf 12 uur zijn we open. Oké, ik ben echt heel benieuwd wat er gaat. Zonder toegangsprijs zijn we... Er zijn al wel mensen trouwens. Ja, zijn de medewerkers die... Walletje. Ja, want jij hebt dus ook gewoon mensen in dienst genomen. Het is niet alleen een projectje voor YouTubers of voor jou. Van, oh, moet je kijken, ik heb een van de grootste plotjes. Het is ook nog eens een keer voor spelers gewoon iets vets. Ja, ja. Oké. Okay. Heel veel kamers. Je moet mij niet vertellen, ik moet raden, man. Dat gaat niet lukken. Beginnen we hier al? De kamer 1? Ja, deze is wel heel makkelijk te raden, denk ik. Weet ik eigenlijk wel zeker. Ik denk het ook. Van nu is dit eigendom van de fangirls van Maaike. En je hebt gewoon letterlijk... Heb je hier mijn allereerste huisje in Mindtopia gemaakt. Wat weet jij van de start van Mindtopia? Toen begon ik met kijken. Met de video's. Weet je ook hoe wij de game bedacht hebben? Nee, dat niet helemaal. Oké. Het had niet veel geschild of ik had deze game samen met Mr. Scoosh gemaakt. Want met hem begon ik te brainstormen. Toen heb ik het uitgewerkt met Lars, Vaco Games. En die is op een gegeven moment gewoon... I don't know, dat hij geen interesse meer had. Of hij heeft het wel gespeeld, maar hij wou het niet verder ontwikkelen. En toen dacht ik, weet je wat? Dat duurt altijd heel erg lang voordat we games hebben. Ik maak gewoon een plotwereldje, een server. Ik zet een paar bouwers er neer. Heraton, Just Laurens, noem ze allemaal maar op. En we starten gewoon. Er was nog geen plugin. Dit was mijn huisje. Die heb ik zelf letterlijk helemaal gebouwd. En dat was het gewoon. Ik mis een computer, man. Ja. Komt hij nog? Ja. Ik kreeg net een berichtje van Danny dat die vandaag nog komen. Vet. Vandaag nog geleverd. Vet. Oké, ja, de keuken. Dat klopt gewoon allemaal. Maar dan hier... Je mist wel een badkamer. Nee, maar het maakt allemaal niet uit. Je moet wat, hè? Dit is mijn hoekje. Dus, oh, dat is ook sowieso wel leuk dat je door kan lopen. Kijk naar mij. Dus David, kijk erbij. Mensen kunnen nu gewoon screenshots nemen met mij. En dan staat er geen level check, maar staat er letterlijk dus David. Ja. Heb ik ook een groene kleur momenteel? Ja, dat klopt ook nog eens een keer. Ja, daar heb ik hier wel goed naar gekeken. Jesus Christ, maat. En deze kleding, hoe is dat tot stand gekomen? Hoe is dit jouw kleding? Allemaal van mezelf. Jezus. Mag ik even spieken wat je hebt? Holland Oranje. Jungle. Wat is dit? Fairies. Turquoise. Ja, man. Dit is trouwens een tiende van wat ik heb. Ik heb echt heel veel. Jij bent ook al zo'n collector, hè? Ja. Man. Ik vind het nou al heel erg vet. En het waren nog maar 2 kamers, eigenlijk. Ja. Dat wil ik de rest eigenlijk ook wel zien. Ja. Nou ja, deze keer dan natuurlijk ook wel. Dit is een feesthuis. Hoe heb je dat hier allemaal ingepropt? Heb je gewoon gepast? Of heb je soms concessies moeten doen?
Nou, we hebben eigenlijk gewoon tegen de bouwers van Downtown gezegd van dit willen we. En die hebben gewoon eigenlijk alles gebouwd. Maat. Oh ja, en hier moeten dan nog die dingen hangen, hè? Die banners, zeg maar. Ja, ja. Het klopt ook gewoon. Ja. Tot de schilderijtjes. Een tafel die maar drie keer in game is. Ja, 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 ja dat, nou dus vier. Maar dat is een replica, zeggen we dan, hè? Ja, dit is een replica. Ja, precies. En dan, ja, oké, als jij ook de bloempjes goed hebt. Nee, die heb je vast niet goed allemaal, toch? Het is gekopieerd, dus ik denk het wel. Echt waar? Ja. Nou, ga toch even weg, joh. Oh, en weer kledingcollectie van jou. Ja, ja, ja. Dit dingetje ook. Zijn er ook maar een paar van. Jezus. Ja, dat is natuurlijk van het huis van Revé. Dit is zo ontzettend vet. Wacht even, ik zie Kildor hier staan, maar dat is niet de echte. Ja, dit is wel de echte. Dit is niet de... Mark! Maar alleen de NPC's die bukken nog een beetje af en toe. Ja, dus je hebt gewoon de echte PL even neergezet hier. Ja. God, moet je gewoon zeggen tegen de spelers. Ja, als we willen, dan kan je daar gewoon bij bestaan. Je moet gewoon zeggen, dit is de echte, zeggen we dan. Ja. Maar ik moet zeggen dat zijn tracking nou wel heel goed is. Dus volgens mij is het niet de echte. Dan hadden we hier nog één kamertje. En wat heb je hier dan? Ik vind het echt spannend. Ik ben gewoon, we moeten niet alles bekijken, hoor. Dan is er voor de kijkers ook nog wat te doen. Ja, dan laten we deze niet zien. Oké. Nee, die gaan we... Is goed. Doe nog eens een paar kamers, inderdaad, ja. Oh, dit is zo leuk. Heb je dit zelf bedacht? Nee, samen met... een beetje met Danny. Mm-hmm. En met Exodesto. Die staat daar ook op de bankje staat. Ja, met die mooie gouden naam. Ja, Exodesto, ja. Daar. De tweede. Ja, dat, precies. Eigenaar, de enige echte Martje 17L. Zijn we er niet? Contacteer even. Deze ga ik ook even controleren. Want misschien wist je dat niet. Ik heb dit gebouwtje gebouwd voor Martje destijds. Wist je dat? Ja. Het klopt ook gewoon. Dit is niet normaal. De boekjes zullen ongetwijfeld ook kloppen. Dit dingetje, ja man, dit klopt gewoon. Fuck, de allereerste apotheek in heel de game. En hier is Martje. Ik vind het zo leuk. Maar ga maar niet vertellen dat je ook nog een bovenverdieping hebt met allemaal dingen. Zeker. Oh, maar we zijn hier nog zelfs nog niet klaar. Nee, maar je mag niet alles laten zien, hè? Nee, maar dit is wel... Ja, hier komen wel spoilers in voor. Wat we ook nog, zelfs in de video nu nog niet gaan vertellen. Maar die zijn wel zichtbaar. Ik zal heel eerlijk zeggen... Dat ik niet weet waar dit is. Waar ben ik nou zo dom? Waar is dit? Dit is het Witte Huis. Oh, ja, want dat was vroeger een veel kleiner kamertje. Maar dit is zeg maar hoe het nu is, zeg maar. Het Witte Huis. Ja, dit is eigenlijk het kantoor van de president. Juist. Weet je wat ik me één keer bedenk? Dat mensen misschien gewoon... Ja, Markie staat hier. Dat mensen misschien wel gewoon een roleplay-serie kunnen doen... Gewoon over Mytopia in dit gebouw. Ja, dat kan zeker, ja. Want, ja, bedoel, het is hier vast niet altijd druk, maar je zou hier letterlijk, zeg maar, dat Henk Jan is hier de president en dan wordt er zo gefilmd met Optifine, wat ik nou aan het doen ben. En je kan hier gewoon een hele serie voor maken zonder dat je daadwerkelijk dat hoeft te zijn. Vet hoor. Wacht even. Daar staat Marnikker. Is dit zijn allereerste houten huisje? Marnik! Je skin klopt niet. Waarom klopt zijn skin niet, in godsnaam? Marnik is... Oké, ja, daarnet deed hij het nog. Marnik heeft er gewoon geen zin in. Boer, het is alleen wel Marnik. De tweede versie, want natuurlijk in de eerste versie was zijn huis nog een stuk kleiner. Ja, toen had je hier nog zo'n muurtje tussen zitten, zo hier. Maar de garage groter dan zijn huis. Ja, dat weet ik nog, ja. Nee, maar dit is al voldoende, man. De hele straat ook meegenomen. Ik vind het echt zo ontzettend... Ja, sorry dat ik zeg weinig. Ik heb alleen maar... Ik vind het zo vet. Maar ik vind het ook echt heel erg vet. Waarom staan Jeffro en Danny hier? Omdat ze meegebetaald hebben? Ja, glazen huis meneer, burgemeester meneer, economie meneer. Ik snap hem. Oké. Ja. Vet. Wat kunnen we boven bekijken zonder dat mensen niet alles zien? Boven staan heel veel YouTubers. Ja, we gaan bekijken. Let's go. Ah, welke kunnen we bekijken? Gaap. Niet gaap omdat ik het saai vind, maar gaap omdat ik moe ben. Waar kunnen we allemaal naartoe? Oh. Ja, hier staan... Oh, gewoon de mensen. Oh, sorry. Ik dacht gewoon de mensen. Ja, precies. It's just Stefan. Nou, die ken ik niet. Wie is dat? Ja, ik kon hem ook niet zo heel goed. Zo in die Kingdom doet of zo. Of zoiets, denk ik. Ja, ja. Nou goed. Nee, ik ken je wel hoor. Kevintje natuurlijk. Dan hebben we onze maat Tuur. Ja, heel goed. Duf. We hebben... Dat was wel een hele speciale... NPC dit. Hij reageert ook niet zo snel, zie je dat? Nee, en dan hebben we hier natuurlijk Dylan de Rotjochie met de dikke vette L.
Cool, waar gaan we nu heen? Deze kant op. Ik zie iets met Sander. Ja, ik ben het zelf niet. Maar we hebben iemand uitgekozen die in video 1 zat. Ja. En die hebben we uitgekozen. En die kunnen we af en toe veranderen. Oh, omdat dit zo'n plotje was van... Dat was inderdaad zijn allereerste startershuisje. Nee, was dit echt zo klein? Ja. Ja, was dit kan ik ook niet geloven. Maar dat was dit 9x9. Echt waar? Ja. Wat hebben we spelers aangedaan? Sorry, Sander. Het spijt me. Sander, vergeef je het me? Goed zo, dankjewel. Sander, wil je hier graag blijven wonen? Nee, dat dacht ik wel. Nee, precies. Oké, goed, we kunnen denk ik verder. Maar we mogen natuurlijk niet alles bekijken, hè? Nee, maar dit is echt wel... Dit moet je echt wel... Ja, dit is echt wel iets heel moois. Welke moet ik bekijken? Waar moet ik in? Ga maar die deur naar binnen. Ik zie de andere deur naar binnen. Geen personeel gezocht. Maat, we staan hier... Oké, ik weet precies ook waar het is. Hier was het raam naar buiten en zag je de straat. Als je dan ver genoeg je rennen is, dan zag je nog een brug. En aan de rechterkant was de portal. Ja, hè? Ja, in Gredel is dit. Ja, en als je dan deze deur inging, zo, dan had je hier ergens een keldertje met echt alleen maar vreten. Dit is gewoon de alleroorigineelste... Hier was de kelder. Of was het hier? Heb ik me laten vertellen, hierachter. Oké. De alleroorigineelste Falkfood, eigenlijk. Ze hadden ervoor nog eentje, maar dat gaat een beetje te ver terug. Dit kenden mensen. En later hebben ze dat, no offense Mark, engineeren als je het kijkt, zijn maar dat lelijke headquarters van gemaakt. Dit had stijl, dit had sfeer. Ja. Ja, geen personeel gezocht, dat weet ik nog. Dat zijn daar op een gegeven moment begonnen. En toen hadden heel veel winkels al het opgehangen. Maar iedereen wou bij Falk werken. Gaafie. Omdat je dan ook gewoon fucking goed betaald kreeg. Want het liep echt als een trein. Ze hadden op een gegeven moment bijna €1 miljoen omzet per week. Insane. Oké. Dat is ook al redelijk oud, want hier hangen zelfs bij een bepaalde besteding krijg je een dino-ticket. Een dino-ticket erbij kopen. En voor €800 erbij kopen krijg je een combi-deal. Oh my god, ja. Steek €57. En het leuke is dat zij ook niet eens heel veel winst wouden pakken of zo. Ze hadden nog veel rijker kunnen zijn als ze deden wat Walmart deed met hun... toch wel monopolie, wou ik bijna zeggen. Oké. Ik wil er nog eentje zien en dan de rest, dat is allemaal... Dat kunnen we niet meer bekijken. Ik heb daar dan nog een heel deel van mijn kledingverzameling hangen. Ja, gaan we daar kijken. Ja, dat is een goed idee. Want de rest mogen mensen allemaal zelf gaan ontdekken. Lijkt me een goed plan. Oh, wat heb je dat mooi gedaan zo. Het zijn allemaal stedenkleding en ik heb er nog een paar andere setjes tussen hangen. Nee, maar heel veel doet het zo dicht op elkaar. Ja. Ah, dit is vet, man. Sorry voor het gapen. Ik heb een hele, hele lange dag achter de rug. Wat is dit voor stad? Dit is Gredel. Donkerblauw Gredel. Een nieuwe kleur. Dan hoort dit waarschijnlijk Cutraxia te zijn. Atlanta, zover ik weet. Ja, Atlanta. Oh, sorry. En dan is dit industrieel. Kaap. De Kaap, mat. Cosmo. Ja. Okay. Nee, Downtown, denk ik. Cosmo. Heratopia, hoop ik. The City. Fuck. Mindtopia. Helemaal. Oké. Sunnyville. Ja. Oké. The Hill? Downtown. Downtown, goddammit. Oké, we hebben nog een paar. De Hill of Hollandia? Dat is de Hill. Oké. Malibu, die is makkelijk. Helemaal. Deze is ook lastig. Huh. Dit is geen stedenkleding. Oh, wat is het dan wel? Diamond Blue is het. Oh, die ken ik nog. Diamond Blue, dat is seizoen 3 Krekoin volgens mij. Ik denk niet dat er iemand is die een heel setje compleet heeft daarvan, momenteel. Weet niet. Ja, Deter Chalet, maar voor de rest... Ja. Huh. Dit is dan paars of zo? Gewoon paars, seizoen 2. Echt waar, die heb jij? Ja. Oké, ik heb in het CIA-gebouw, ik weet niet of je de video met V gezien hebt... Daar heb ik een aantal kledingstukjes. Mocht je dingen nog compleet willen hebben, zou ik naar die veiling gaan. Wanneer die is, weet ik nog niet. Maar dat wordt echt mega dope. Gegarandeerd. Ja, ik heb ook stukjes waar gewoon leather helmet of zo op staat. Ja, die zitten daar ook tussen. Maar dan seizoen 1 roze en zo. Ja, dat is echt sick. Man, ik vind dit gewoon heel erg sick. Ik ga er ook heel gauw uit, want ik wil niet meer bekijken dan ik nou al heb gedaan. Is dit een death trap? Ja man, je kan hier gewoon dikke fall damage pakken. Oké, hi Danny. Ik ga er heel gauw weer uit.
Ik denk dat het voor de kijkers thuis ook leuk is om die Mindtopia spelen natuurlijk, om dit ook een keer te gaan ervaren. Kom gewoon lekker hier naar downtown. De coördinaten zijn -118 bij -1390 ongeveer. Staat in beeld momenteel. Sander, ik wens je heel veel succes. Is het gratis om straks naar binnen te gaan? Ja, ook helemaal gratis. Ook nog eens een keer. Ik hoop wel dat jij misschien ooit, dat is dan een volgende dingetje, subsidie aanvragen bij Danny of zo, dat je gewoon je eigen merch kan hebben of zo. Want ze hebben natuurlijk allemaal van die dino's en ze hebben ijsberen. Maar hoe dope zou het zijn als jij een miniatuur dingetje hebt, gewoon een speeltje van een stuk stad. Gewoon dat zou wel heel gaaf zijn, ja. Gewoon een 3D-model, zeg maar. Dat is prima te doen. Heb je een beetje contact met bouwers? Ja, af en toe. Ja, wel eens een beetje, ja. Moet je eens kijken of ze elk blok, kijk wat deze dingen waar ik op sta, die kunnen niet naar een 3D-model gemaakt worden. Dus hier moet je dan een gewoon blok van maken. Dit moet gewoon wit zijn, zeg maar. Maar als je alles tot een blokje kan reduceren, dat is in feite 1 pixel, dan zouden we letterlijk van dit hele gebouw, deze, zouden we een 3D-model kunnen maken. Of van het centrum, het pleintje in Cutraxia met die fontein. Hoe is dat voor een souvenir? Dat zou heel gaaf zijn, ja. Ik bedoel, al is het maar een aanzichtkaart of zo. Ja, nee, 3D-model. Gewoon lekker doen, man. Dat kunnen ze wel hebben. Ik bedoel, die auto's die zijn ook 200 kb per stuk of zo. Wow. Ik wist niet dat er Amerikaanse schilden waren. Dat ziet er vet uit. Anyway, dames en heren, bedankt voor het kijken. Uiteraard jij, Sander, heel erg bedankt voor de rondleiding. Kom hier vooral even lekker kijken. Madame Tussauds Wassenbeeldenmuseum. Pre-Public Museum, zou ik bijna zeggen. Want er zit echt heel veel historie in. Check het eventjes, jongens. Als je het een leuk idee vond, laat het rustig in de reacties achter. Vergeet een like niet even te doen, te abonneren. En dan zie ik je graag de volgende keer weer bij een nieuwe video. Doeg!